Je weet eigenlijk dat je kan voetballen, maar op dat moment komt het er niet uit. Dus dan ga je aan jezelf twijfelen. Denk van, kan ik dit wel? Kan ik het niveau wel aan? Ik durf op een gegeven moment ook geen fouten meer te maken. Dus dan ben je heel streng voor jezelf. Eén foute paas en dan kon ik al heel, kon er heel lang mee zitten. We zijn op een pleintje waar ik altijd voetbal heb gespeeld met mijn vrienden, familie. Ja, als je hier op de grond viel, dan lag je wel gelijk open. Ik ben wel met veel kapotte trainingsbroeken thuisgekomen. En zo ben ik dan, heb ik al moeder gevraagd of ik op voetbal mocht. Hoe oud was ik? 5, denk ik. Ben ik bij MSV gegaan. Heb ik daar een jaartje gevoetbald, kampioen geworden, allemaal heel leuk. Maar op een gegeven moment had ik niet meer zoveel zin om te trainen en om te voetballen. Ben ik eigenlijk denk ik 1,5 jaar gestopt. En toen was een vriend van mij, een hele goede vriend van mij, die ging met zijn moeder wel eens naar voetbal toe. Ben ik een keer met hem mee geweest. Zo ben ik eigenlijk weer begonnen met voetbal. Hij was gewoon overal waar de bal was. Soms, als het niet naar zijn zin ging, was je wel de pineut. Ja, als grotere broer vroeg mijn moeder altijd of ik mijn broertje mee wou nemen naar het pleintje. Hij was best streng. Ja, ik was soms misschien het irritante kleine broertje die met hem mee wou voetballen, met oudere jongens. Op een gegeven moment maakte hij soms een paar foutjes en werd ik boos op hem. En op een gegeven moment zag ik dat hij zeg maar, in de hoek van het pleintje ging staan, want daar was een opening. Daar kan je terug naar huis. Dan ging hij de bal pakken, ging hij met de bal zeg maar, gewoon weglopen richting huis en dan moest ik hem achterna. Ik bleef hem wel achterna rennen, maar hij was natuurlijk al wel heel snel. Dus uiteindelijk heeft het wel gewoon gered elke keer naar huis. Ik vond het altijd wel spannend om weer nieuwe jongens te leren kennen. Ik ben eigenlijk best verlegen. Na elke wedstrijd kom je toch soms nog een frietje eten. Ja, familie zat altijd hier binnen. Nee, frietje eet ik niet meer in de kantine, nee. Als ik het eet, is het gewoon thuis, zodat niemand weet. Nee, dat kan je niet meer doen, nee. Dat hoort erbij, je gaat toch professioneel voetbal in. Vond ik dat wel het leukste jaar waar ik voetbal heb gespeeld. Ik voetbalde heel vrij. Nu is het toch wel meer druk, natuurlijk. Gewoon omdat je wilt presteren. En hier was het gewoon lekker plezier, voetballen. En ik denk dat je dan wel op je best bent. Ja, toen begon je meer na te denken. Meer na te denken over het voetbal en wat je ermee wilde. En ik wilde altijd wel graag profvoetballer worden. Ja, en dat is wel goed uitgepakt. Ik trainde eerst met Vitesse mee, heb ik volgens mij een weekje mee, of hoe lang mee getraind? Een weekje denk ik. Mocht ik dan aansluiten bij Vitesse, was ik natuurlijk heel blij mee. Maar toen ben ik toch nog een keer teruggekomen naar ESA. Heb ik nog gevraagd of er misschien nog wat spullen zijn gebleven. En toen kwam hij met een brief van NEC aanzetten. Dat ik ook uitgenodigd was om daar mee te trainen. En dan heb ik daar mee getraind op een vrijdag. En eigenlijk vrijdagavond werd ik gelijk gebeld van ja, je mag hier aansluiten, wil je heel graag hebben. Toen heb ik toch voor NEC gekozen in plaats van Vitesse. Ik voelde me fijner bij NEC. Twee neven van mij hadden daar ook gevoetbald. Dus mijn naam was wel een beetje bekend. Ja, we hadden het vroeger niet breed. Maar ja, mijn moeder een rijbewijs te halen, dat was toen de tijd best duur. Toen mijn broertje werd gescout, ging mijn moeder haar rijbewijs halen. Want wij moesten vroeger altijd met ouders van andere kinderen meerijden. Waardoor mijn moeder op een gegeven moment gewoon dacht van, ja, weet je, ik ga nu gewoon mijn rijbewijs halen. Dat mijn moeder een rijbewijs heeft gehaald, dat voelde wel heel fijn. Was er toch wel iets meer rust, denk ik. Konden we gewoon zelf ons ding plannen. Moesten we niet rekening te houden met andere mensen. Ja, mijn moeder is alles wat ik nodig heb, denk ik. En het praten over mijn gevoelens en advies vragen. Ik maakte mijn debuut tegen Excelsior. Dat was de laatste 5 minuutjes. Toen had ik niet heel veel spanning. Toen was ik gewoon echt heel blij dat ik debuut mocht maken. Vroeger keek ik naar voetbal en dan zag je gewoon die jonge jongens debuut maken. En gewoon bij een Eredivisie club. En op dat moment was mijn broertje daar ook. Dus dat was voor mij als grote broer wel om trots op te zijn. De wedstrijd daarna speelden we tegen Ajax thuis. En mocht ik 45 minuten spelen. De NEC doet het nu in de tweede helft met een god in de spits. Is een groot talent. Toen voelde ik wel echt de spanning. Ik kreeg kramp in mijn armen, mijn rug, overal. Ja, het was echt. Dan merk je wel wat spanning met je doet, omdat je toch heel graag wil laten zien. En je bent jong, dus mensen die gaan ook naar je kijken, denk ik. Dus ik kan niet verwachten dat het zoveel invloed zou kunnen hebben op je lichaam. Wie het kleine niet eet, is het grote niet waard. Nee, ik ben met jou reeds vlaag. Dat is shop en go, is shop en go. Voor die zapaat. Ja, de degradatie, dat was wel een heftige periode. Ja. Op een gegeven moment kwamen supporters binnen onze kleedkamer om ons te motiveren. We hadden een wedstrijd verloren, ik weet niet meer precies tegen wie, maar konden het stadion niet verlaten omdat alle supporters buiten het stadion stonden. Ja, ze kwamen de kleedkamer binnen en gaven ons gewoon een soort
pep talk eigenlijk, om te motiveren dat ze alles doen om elke wedstrijd erbij te zijn en dat het hun club is. En dus dat is wel intimiderend, laat me het zo zeggen. Ik ben altijd wel rustig, ik zat gewoon rustig in mijn stoel en ik luisterde gewoon. Maar later ga je toch over nadenken van, ja, eigenlijk hoort dat niet, denk ik. Dat ze gewoon zomaar de kleedkamer binnenkomen. I do my own stunts, Jackie Chan with it. Bitch, we in the city on that hot shit. Looking for a biddy on that thot shit. Y'all ain't getting money, nigga, stop this. Ik kreeg van mijn zakenneemster te horen dat er ook interesse was vanuit Engeland ook, Brentford. En toen zijn we daar ook gewoon gaan kijken. Ben ik erheen gevlogen met mijn moeder en mijn zakenneemer. We daar rondgekeken, met de trainer gesproken. Over contract gehad ook. Ik vond het toch te vroeg om weg te gaan, om mijn gezin te verlaten. Ik was heel jong en ik ben een familieman, dus ik ben altijd thuis geweest, altijd met familie. En daarom heb ik wel gewoon gekozen om bij NEC te tekenen en bij NEC te blijven. 2 jaar later heb ik wel gewoon voor gekozen, omdat misschien komt de kans nooit meer. Dat het bij ons zo dichtbij kwam, dat was wel, ja, echt een mooie ervaring. Dat zo'n grote club in Engeland gewoon interesse heeft in mij, zeg maar, mijn kleine broertje. Dus dat is wel iets, ja, wel iets speciaals. Ik voelde me goed. Ik was ook natuurlijk wat volwassener. Ik had dan 1,5 jaar echt goed meegedraaid dan in de Eredivisie. Dus ik wist wel wat van je verwacht werd. En ja, ik was blij met de aanbod. En natuurlijk heb ik die kans gepakt. Het is niet over, ik kom niet met rozen. Ik sta voor je deur, ik kom je halen, geef je over. Leeds, ja, Leeds is een hele grote club. Hele grote geschiedenis vooral. Champions League en ja, grote spelers gehad. Dus dat merk je wel, dat ze ook weer heel graag terug willen naar de grote club waar dat ze eerst waren. Tot wanneer was ik blij met mijn overstand in Engeland? Ja, totdat het minder ging. Ja, toen was ik vaak alleen, was ik thuis, trainen, naar huis, eten, PlayStation en slapen, trainen, naar huis, eten, PlayStation en slapen. Zo was het eigenlijk op een gegeven moment. Ja, dan denk je wel van, voel je wel eenzaam. Ik kan niet echt een reden verzinnen waardoor het kwam, maar op een gegeven moment speelde ik niet zo heel veel en dan viel ik meer in. En dan verwachten ze toch iets. En dat kon ik op dat moment niet brengen. Toen is het eigenlijk bergafwaarts gegaan. Toen gingen supporters ook van me verwachten. En ja, toen werd de druk nog groter, kreeg ik meer druk op mezelf, ik legde meer druk op mezelf en toen, ja, kwam het er even niet meer uit. Ja, dat kwam wel hard aan natuurlijk, dat je eigen supporters die je altijd horen te steunen, dan een soort tegen je zijn. Ja, dat vat je wel heel erg persoonlijk op, want je weet eigenlijk dat je kan voetballen, maar op dat moment komt het er niet uit, dus dan ga je aan jezelf twijfelen. Denk van, kan ik dit wel, kan ik het niveau wel aan? Ik durfde op een gegeven moment ook geen fouten meer te maken, dus dan ben je heel streng voor jezelf. 1 foute paas en dan kon ik al heel... Ik kon er heel lang mee zitten. Fysiek was het wel gewoon goed. Geen blessures. Nee, ik was zeker op zoek naar oplossing, want je wilde zo snel uit. Dus ik had wel veel aan Fern Anita. Ja, hij was ook Nederlands, konden goed met elkaar praten. Gewoon, en ja, we konden samen nog wel lachen, dus dat heeft me wel veel geholpen. Op het moment dat ik terug naar Nederland kwam, ja, dan voel je toch wel weer even... Een soort als thuiskomen. Is alles toch wel weer iets makkelijker, gewoon je eigen taal praten. Kan je makkelijker over je gevoelens praten. Als je even niet goed voelt, kan je zo naar huis rijden. Leeds wou ook wel graag dat ik gewoon in Engeland verhuurd werd, om toch aan het Engels voetbal te wennen. Maar ik had toch zoiets van, nee, ik moet gewoon even terug naar mijn familie. Even weer mijn zelfvertrouwen terugkrijgen, meer plezier weer in het voetbal. Mijn Engelse droom blijft er altijd. Dat is toch wel mijn uiteindelijke doel om dat te behalen. Dus dat zal nooit vergaan, maar dat is nu gewoon even... op wacht gezet. Het gaat steeds beter. Ik ben nu ook voor het eerst opgenomen in Jong Oranje. Dus dat is misschien ook wel weer een bevestiging dat het de goede kant op gaat. Ik krijg gewoon meer zelfvertrouwen door vrij te voetballen. Niet te veel druk eigenlijk. Ja, ik denk wel gewoon dat het weer goed komt. Ik had nooit verwacht dat ik hier zou staan waar ik nu sta. Ja, de struggles die ik had was natuurlijk ook in de familie. Mijn nicht is dan vermoord op haar 19e. Dus dat was wel heel zwaar voor heel de familie. En ja, we zijn toch met z'n allen heel goed bovenop gekomen. En we zijn altijd met elkaar gebleven. Ja, ik was 8 toen mijn nicht overleed. Ja, ik praat er nooit over eigenlijk. Zodat ik gewoon lekker mijn ding kan doen. En gewoon vrij kan voetballen. Ik probeer het een soort van te vergeten, maar je vergeet het natuurlijk nooit. Ik wou gewoon heel hard werken voor mijn familie. Om mijn familie wat terug te kunnen geven voor alles wat ze voor mij hebben gedaan. Dus dat was ook wel weer een motivatie. Ik hoop zo snel mogelijk dat ik weer toe ben... om de stap te kunnen maken naar Engeland. Ik ga er geen tijd aan vastbinden, want dan leg ik toch weer druk op mezelf. Ik zie wel wanneer het komt en wanneer het gebeurt. Maar ik ga er gewoon keihard voor werken. En de tijd zal het leren. De keuze die ik heb gemaakt om naar Engeland te gaan of nog niet, is toch altijd meer wel mijn gevoel geweest. En als je het goed voelt, dan moet je het altijd doen. En tegenslagen in het leven zal je altijd hebben. En gewoon zo snel mogelijk proberen overheen te komen. I just wanna buy 100 songs.
too many of my dogs going under. How I made it out alive, sometimes I wonder. Cause we've been going to war since Contra.